Hey, hallo Corine hier. Ik ga vandaag een kaartje maken uit dit paperpad. Het is een die-cut designer paperpad, heten ze tegenwoordig. En nou ja, goed, ik heb hem laatst al laten zien. Dit gaat hoofdzakelijk over vogeltjes. En nou ja, weet je, laat ik maar beginnen. Ik had bedacht om er een JMA, Janine's Mindful, malletje bij te gebruiken. Ik wil eigenlijk wel zo min mogelijk mallen gebruiken. Ik ga alleen kijken of me dat lukt. Nou, dit papier heeft lekker ezelsoortjes, zoals je ziet. Komt erin, eruit in die bak. Dat is natuurlijk ook niet echt perfect ervoor. Ik ga een kaart maken op 15 bij 15. Het wordt een vierkante kaart. Eens even kijken. Dan moet je dus zo 30. Ik kan het ook simpeler doen natuurlijk. Als ik hier 15 af ril. En ik vouw hem dicht. Dan weet ik dat ik het laatste gedeelte eraf moet snijden. Dus dan leggen we hem weer op 15. En dan is het maar een heel smal stukje wat er nog af moet. Oké, dat is 1. Dan komt daarop uit het paperpad. Natuurlijk van Studio Light. Ik had kleurtje erbij gezocht. En deze komt uit de Bohemian. En die wordt dus 14-6. Want ik wilde het wel graag met twee kleurtjes doen. 14-6. Bij 14-6, want ik pak altijd 4 mm smaller. Nou, en dat gaat dus precies. Nou, zoals je ziet is mijn mes nog steeds niet oké. Ik ben ook heel dom geweest, want ik heb spullen besteld. En ik ben gewoon vergeten een mesje te bestellen. Dus ik hoop, en anders ga ik de boel ruw maken, want dat is ook nog een optie. En dan had ik gedacht, want ik wil het niet met dit. Ik vond, even zoeken, waar is die? Ik vond deze erg leuk. Ik wil dit vogeltje gaan gebruiken. Dat dan sowieso. Dus dit is roze. Dus ik wil de bodemkaart meer roze in hebben. En ik dacht, misschien is het dan wel leuk. Even kijken, waar is die? Om deze te pakken. En, want dat is dus hetzelfde eigenlijk als waar dat vogeltje op zit. En dan daarboven. Ja, wat had ik nou gedacht? Werd dat dan die? Moet wel ook met. Ja, dat matcht goed. Dat kan prima. En dan kan ik altijd die bovenkant pakken. Zo, oké. Even zien hoor. Deze was mijn basis. Dus ik had 14-6, dus ik kom op 14-2 uit nu. Nou, dat mag wel. Al die takjes. Ik vind het wel leuk. 14-2 bij 14-2. En dat is dus de ene basis. Nou, dan moet ik het, dan wil ik het altijd even zien, hè. Dus dit komt hierop. Even de boel dicht doen. Want ik heb zo groot helemaal niet nodig. En die komt daarop. En nou ga ik even wachten met wat ik in eerste instantie dacht. Ik ga eerst zorgen dat mijn vogeltje op een malletje terechtkomt. Dat gaan we eerst doen. En dan heb ik een restant wit nodig. Even kijken hoor. Want ik vind het zo'n zonde. Ik gebruik zoveel, iedere keer een nieuw stuk. Terwijl er makkelijk nog stukken liggen. Ja, kijk, dit is prima. Hier kan ik mijn malletje van maken. En ik heb even de Big Shot erbij gepakt. Of bijgezocht. Even kijken, waar heb ik die mal gelaten? Hey. Ah. Verstopt, hè? Hij zit goed verstopt. Deze mal ga ik gebruiken. Van de Romantic Moments. Ik vond dat wel weer eens een keer een leuke. En dan wil ik deze uit wit. De grootste. Oh, dit is wel even handig om dit te doen. Ik vind het
vind met een kleinere stansmachine en filmen makkelijker, jongens. Maar ja, normaal gesproken heb ik van alles uitgestanst, maar dat heb ik nu niet gedaan. En ik dacht, ik begin gewoon. Ik zie het vanzelf wat het wordt. Het wordt meestal wel leuk. Meestal, niet altijd. Nou, dat is ook gekkigheid. Waarom plakt dit? Er zit een stukje washi tape aan. Ik heb hem al vastgeplakt gehad. Dan maar niet al te zuinig. Ik wilde hem netjes langs het kantje leggen. Oké, als jij dat niet wil, dan doen we dat niet, jongen. Helemaal top. Zie je hoe zwaar deze draait? Ik ben toch wel heel blij dat hij van Studio Light niet zo zwaar draait, hoor, die kleine. Maar goed. En ik ben heel blij dat ik gewoon een elektrische machine heb. Ik weet niet, dit past... Nee, past niet door de... Ik hoop dat hij eruit is. Ik kan ook niet embossen met dit ding, volgens mij. Ik zou eigenlijk even niet weten hoe. Zou ik dat wagen? Hij gaat nou al zo zwaar. Dus ik ben bang als ik dat ga proberen. Oh, ik gebruik waarschijnlijk al veel te veel. Dit is een dun... Oh, wacht even. Maar dan kan ik wel embossen met hem. Ja, ja. En dan pak ik gewoon even mijn embosmatje van... Oh, die is te groot. Past er niet in. Ik heb nog van die kleine lapjes liggen. Dit gaat wel. Ga kijken of dat lukt. Nooit geprobeerd eigenlijk. Nou, zo te voelen niet. Doet niks. Dan ga ik het zo proberen. Gewoon met die erbij. Dat gaat er natuurlijk nooit doorheen. Draai ik hem dan stuk. Ik doe het gewoon, hè. Ja, hij is wel helemaal krom als een hoepel. Hij is wel geëmbost. En mijn mal zit vast. Dadelijk helemaal papierstuk. Nou, prima. Dat is eens en niet meer. Want nu is alles natuurlijk helemaal krom. Komt alweer plat hoor. En dan moet ik natuurlijk die vierkante. Waar is die? En die wil ik uit groen. Ik had wat peperpet nog hier. Dus we gaan even nog een velletje groen eruit halen. Volgens mij is deze het. Ja, licht aan de ene kant. Ietsje donker aan de andere. Is dit hem niet? Wacht even. Als dit nou een hele andere is, dan ben ik het. Deze is het. Ik schrok al. Ik denk, hé, dat heb ik toch uit dat peperpet. Soms dan ga ik ook een beetje dolen. Deze aan de onderkant. Daar gaan we op snijden. Hier wil ik wel een beetje zuinig mee doen. Heb ik de donkerste kant gepakt? Nee, deze. Want ik heb hier nog meer van nodig. En ik wil niet al die vellen gelijk in één keer op hebben. Nou, dan staat mijn machine natuurlijk scheef. Zo hoor, klaar met dat ding. Ik snij niks meer hiermee. Als ik nou nog moet snijden, dan snij ik wel met kleine. En grote dingen heb ik niet meer nodig. Dus dat is helemaal makkelijk. Kijk maar, omdat deze nou geëmbost is, heeft hij dus een extra randje. Niet dat het randje nou zo heel duidelijk is, maar je ziet het wel. Hij staat hier net iets omhoog. En... Echt, bij dit soort mallen doe ik dat dan wel, dat embossen. De andere doe ik het eigenlijk niet. Nou, dit vind ik eigenlijk prima zo. Komt hij hierop. Die komt dan daarop. Maar ik had gedacht om hier dus nog weer een verkleind frame te maken, op een of andere manier. Dus dat zou dan kunnen, want dan heb ik dus, dan heb ik maar heel weinig van die takjes in beeld. Is dat dan niet zonde? Eigenlijk wel. Of ik ga gewoon een rechte strook nog maken. Ik denk dat dat het wordt. Ik ga eerst mijn vogeltje even zorgen dat hij daarop komt. En dan moet hij zijn. Meten is weten. Dan moet hij zijn. Hij is nu 6,6. Wordt hij 6,2.
En ik denk dat hij eigenlijk bijna die breedte heeft. Ja, dus weet je wat ik doe? 6,6 en dit is een vierkant, neem ik aan. 6,6. Zo ook. Dus dan gaat hier een strook af. Dat is eigenlijk wel zonde, hè? Ik wil eigenlijk die onderste takken er een gedeelte af. Oh, dat was embosserd. Nog iets, want dan komen net die kleine frutsels van onder. Vind ik niet mooi. Dus zo. En dan komt hij op 6,2. Ik wil dat wel eigenlijk die takjes erbij hebben. Dus ik ga hem aan de onderkant verder eraf halen. Ik kan het vogeltje dadelijk nog inpakken als ik wil in nog wat extra. Kijk, dan heb ik een heel klein randje met toch nog takjes van boven. En dan moet de zijkant, hè. Dan ben ik gelijk mijn puntjes kwijt. Ik heb dat gootje schoongemaakt, dat helpt ook wel. Met mijn rafels. Nou, dan pak ik even een hoekponsje erbij. Want hier zit net een klein rondinkje. Dus ik ga hier kleine rondinkjes doen. Want daar past hij dan precies op. Even de troepjes eruit. Zo. Als je hem op zijn kop doet, dan zie je precies waar je ponst. Nou, ik vind dit prima. Isn't she lovely? Yes, she is. Oh nee, ik moet nou niet in het Engels, hè? Doe ik deze wel ietsje groter. En het enige nadeel is, als ik deze ook ga doen, ik ga dat niet doen. Want als ik dat ga doen, moet ik eigenlijk de buitenkant ook doen. En die ervaring heb ik, dat dat nooit helemaal strak is. Zie je, nou heb ik hem dus. Jongens, serieus waar, papier is never nooit niet recht. Het ligt niet aan mijn vouwkunst. Ik heb hem nou uitgestanst op. Maar ik zag daar gewoon een rand. Een rand van papier. Dat zie ik hier ook. Nou, daar erger ik me aan, dus dat moet niet. Zo. Dan hoop ik dat mijn groene daar nog op matcht. Ja, dit is echt het. Je gaat weer even mee in het. In de opmaak van een kaart die in mijn hoofd zit. Maar ik wilde eigenlijk niet al te veel stanswerk. Om te laten zien dat in principe je geen dingen nodig hebt als je die niet hebt, als je die niet in je bezit hebt. Ik had nog een groene uitgestanst, hè? Zal ik daar dat takje dan bij gebruiken? Dat dat erbij valt. En dan ga ik hem hier zetten. Want als ik hem in zijn geheel in het vierkant. Dat vind ik niet mooi. Dus dat ga ik niet doen. Dus ik ga hem gewoon zo in het vierkant erop zetten. En dan wordt hij nog gemat op, of op een strook erop zetten. En dan wordt hij nog gemat op een groene. En dan ga ik toch nog wel iets stansen. Dus het wordt een strook. En ik weet mijn basis was. Oh, deze heb ik niet nodig. Met die mat pak ik iedere keer verkeerd. Die, of heb ik nog iets anders met dat groenige erin? Nee, die vogeltjes vind ik te druk. Dat is een no-go voor mij. Dat is een no-go voor Co. En dit zou ook nog kunnen. Maar dan wordt het een takje van boven. Wacht even. Zitten hier heel veel dingetjes wat in beeld is. Als ik hem nou zo zet, dan komt dit vlindertje gaat kwijt. Dan zitten de takken opzij. Dan kan ik hier met deze takjes doen. En dat gaan we doen.
Dus ik pak deze groene erbij. Ja, ik moet af en toe even wisselen. Deze met het vogeltje vind ik eigenlijk jammer, dus dat ga ik niet eraf halen. Ik ga hier een strook afhalen. Ongeveer deze breedte. Ik kijk niet eens hoe breed het is. Mocht je het willen weten, dan is het nu 4,8. Het had net zo goed 5 kunnen zijn. En mijn basis is dus 8 mm korte, dus 14,2. Zo. En als je heel goed kijkt in de takjes, hebben ze daar... Oh nee, ik dacht dat het bloemetje, het vogeltjes waren, maar dat is niet zo. Ik wou zeggen, want anders oogt dat een beetje raar. Dus ik ga die ene zak. Kijk, dan komt het zo. Komt die aan die kant. Hier komt een strook groen. Dat heb ik ook nog. Even iets breder, want zo... Zomaar kunnen zijn dat ik hem niet netjes afgesneden krijg. Hier wel. En ik denk dat ik er dan toch wel aan deze kant wel een randje langs maak. Ik vind dat altijd toch wel even net wat meer hebben. Dus even ruimte. Oh, helpie, helpie. Wat een zooi. Helpie, helpie. Maar het wordt zo mooi. Even kijken. Want de randjes zijn bij mij niet ver weg. En weet je, die durf ik gewoon door mijn stansmachientje, door mijn kleintje te halen. Dan ga ik even zien of ik deze, hoe ver die uitkomt. Dan komt hij op een halfje uit. Dat vind ik niet zo mooi. Dus deze wordt het niet. Dan wordt het die andere smaller. Als die op half uitkomt, vind ik minder erg. Even kijken hoor. Je ziet wel wat ik al mee gesneden heb. Nou, die komt daar. Dus als ik hem... Dan komt die beide... Ga ik hem verdelen. Ja. Moet even zorgen dat de meeste puntjes eruit vliegen. Hopla. Kijk. En die kan je dus gewoon op je kleine machientje draaien. Dus dat is wel een voordeel. Het zijn wel geen lange plaatjes. Maar dat maakt niet uit. Nou, dan leg ik hem er dus zo in. Oh, dan moet ik wel even opletten natuurlijk, want deze is qua lengte precies goed volgens mij. Bijna precies goed, dus ik ga hem vastplakken. Dan ga ik hem wel netjes verdelen. Kijk, dan kan dit erachter, als ik hem dan zo uitstans, dan is die van onder en van boven ongeveer hetzelfde. En omdat je hem vastplakt, kan je hem ook verschuiven. Dus ik kan hem nu eerst een klein stukje doen en dan kan ik hem doorschuiven. Maar hij past er niet helemaal op, denk ik. Of wel? Oh, jawel. Nou, dat zal net zijn. Want je hebt een op- en afstaand randje op deze plaatjes. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat hij het eerste stukje dan niet goed heeft en het laatste. Maar dat gaan we zien voordat we hem... leeg maken. Zie je, hij heeft net het eerste gedeelte niet gepakt. Dat vind ik niet erg, dan doe ik hem er nog een keer door. Hij zit toch vastgeplakt, dus hij kan geen kant op. Oh, ja, naar de zijkant. Als het goed is, heeft hij hem nou wel. Ja, en daar ook. Helemaal top. Dit is eigenlijk altijd het leukste. Hè? Gewoon het verzinnen. En ik weet wel hoor, soms komen ze gewoon wel vaak op hetzelfde neer misschien. Maar ze zijn nooit helemaal precies hetzelfde, mijn kaarten. Daar hou ik niet zo van. Oh. Nou, het ging goed hoor met scheuren. Het zit trouwens aan de goede kant, want ik moet dit gedeelte hebben. Hopla. Dit gedeelte. En dan komt die aan die kant. Dat vind ik wel zo mooi. Nou, dat gaan we gelijk maar even doen. Hè. Gelijk even verdelen. Ik zal even de volste fles pakken, want dat is wel zo makkelijk.
Nou, dan hoop ik dat ik jullie weer een heel jaar mag en kan inspireren. Met alle kaartjes die ik ga maken. Even kijken hoor. Ik zit hier bij hoekje 2. Kijk, 1, 2, daar kijk ik naar. En dan moet hij ietsje zakken. En dan mag hij ietsje opzij. Zo. Zo vind ik hem prima zitten. Zo. Dan kan even dat achterkantje eraf. En dan komt er dadelijk natuurlijk aan de andere kant ook nog een strookje. Maar als het goed is, als je dus dit zo in zijn geheel zo netjes recht houdt. Want dit snijdt hij niet, alleen dat stuk. Je moet gewoon even voelen waar je mes eindigt. Want ik wil niet dat er iets van, wat nu dus blauw is, andere kant is andere kleur. Kijk, ik kan hem erdoor halen, maar dan gaat hij toch niet verder. Dan zit hij goed. Dan komt er dus aan de andere kant gewoon een recht stuk, want anders vind ik het te druk worden hoor. Kijk, als je dat leuk vindt, moet je dat zeker doen. Maar voor mij is dit genoeg. Zo'n rand. Helemaal prima. Zo. Oh, nou, dat gaat er toch af. Daar moet ook een heel klein reepje af, zie je? Het is niet veel, maar het moet er wel af. Nou, dan gaan we even voelen waar die zit. En ik heb het idee dat mijn mes... Dat kan niet hoor, maar dat heb ik altijd het idee. Maar dat komt dat het mes hol is. Oh, oh, dan gaat daar nog net een klein stukje van alles af. Oh, nou hoop ik dat die wel past. Anders moet ik mijn basis ietsjes millimetertje inkorten. Dat is ook niet zo'n ramp. Deze is goed. Zo. Dus nou is het eigenlijk voor mijn doen best wel 2 drukke papiertjes. Maar gewoon leuk. Ja. Die 2 delen kunnen ook op elkaar geplakt worden. En dan ga ik die andere strook erop zetten. Dat is natuurlijk niet slim. Hij is goed. Ik kan zeggen, als hij nou net een millimeter korter moet, moet ik dat nu doen natuurlijk. Zo. En ik had het natuurlijk ook anders kunnen doen. Ik had ook de takken kunnen laten hangen van deze kaart. Dus eigenlijk maar gewoon wat je denkt van, oh, dat vind ik leuk. Om het zo te doen. Even kijken hoor, ik heb het idee dat ik een beetje meer die kant op moet. Zo. Even goed aanwrijven. Kijk, wat ik wilde zeggen is, je kan, oh, zit hier een dikke pukkel. Ik kan er natuurlijk voor kiezen om het zo te doen. En zo. Maar die puzzel ga ik dus zo meteen oplossen. Hoe ik hem ga doen. Dan kan je eigenlijk pas bepalen dat je zegt van, ja, maar ik wil daar juist wel die takjes in beeld of ik wil het juist niet. Dus dat zou ik echt als laatste doen. Eerst even je onderdelen op elkaar zetten die op elkaar kunnen. Nou, zo zit hij wel aardig, denk ik. Even kijken, waar is mijn vogeltje? Ieder vogeltje zingt zoals die gebekt is. En ik zei het van de week al in de live. Ik zou op het moment tussen de 4 paperpad blokken die we nu hebben, eigenlijk geen echte keus kunnen maken. Want ik ben gek op vlinders, ik ben gek op vogels, ik ben gek op bloemen. En dat hebben ze nou allemaal. Kijk, want nou komt dat witte dus dadelijk hieronder. Hè? Daarom heb ik hem in het wit gepakt. Anders had ik er ook voor kunnen kiezen om deze basis in het groen. Had misschien ook wel heel mooi geweest. Nou komt het witte terug. En ik ga dadelijk nog met groene takjes in de weer. Dus nee, dan wordt het groen groen. Ik kan hem zo doen.
Of, zoals ik net zei, zo. En ik denk dat dat iets rustiger oogt. Ik ben wel echt druk aan het doen nu. Ik kan hem ook nog zo doen. Even kijken hoe dat ziet hoor. Nee, dat vind ik zonde. Dan wordt het hier heel saai. Dus dat doen we niet. Nou, dus dan komt hij gewoon zoals ik al wilde af. Ik doe hem zo. Dat kan ook nog. Dan komt die hier. Oh, dit kan ook nog, jongens. Dit kan ook nog heel leuk worden. Dit kan ook nog wel eens heel... Ja, en ik denk dat die zo gaat komen. Oh, ik heb hem dubbel gevouwen. En... Weet je wat ik altijd wel een beetje jammer vind? Is dat ik het liefst dan nog een matlaag heb hier. Maar ja, die heb ik nu niet. Ik heb hem ook niet uitgesneden, dus... Dat zou ik nog wel kunnen doen. Maar dat gaat wel heel lang duren. Dus dat wordt een beetje een langdradige situatie voor jullie. Want, maar ik kan het natuurlijk ook proberen om uit te knippen. Maar dat wordt wel een dingetje. Denk ik. Ik denk niet dat ik dat moet doen. Het enige wat ik kan doen, en dat ga ik wel proberen... Is, wacht even hoor. Als ik. Waar is mijn mal? Die heb ik hier. En als ik dan de achterkant beplak met sticky tape. Want dan wordt die wat lastiger om door te breken. Als je me begrijpt. Is deze zo breed als dit? Ja. Nou, dan plak ik hem over de hele breedte even. Nou, nee, dat vind ik zonde. Ik plak hem hier. Ja. We gaan zien of dat lukt, wat ik denk. En als dat lukt, is dat voor jullie ook wel een optie. Kijk, ik heb nog een machine staan. En daar kan ik het natuurlijk ook mee doen. Dat gaat dan heel makkelijk. Maar ja, als je die machine niet in je bezit hebt, wordt het een lastig verhaal. Ik heb ook expres mijn mal nog niet schoon. Die maak ik ook niet schoon. Er komt toch nog weer even die Big Shot erbij. Kijk, dan zitten al die puntjes nog in. En dan hoop ik dat hij nu ook al die puntjes laat zitten. Dus al mijn binnenkantjes. En als dat nou zo is, dan ben ik gered. En jullie ook. Want dan weten jullie ook gelijk van, hé, maar als ik nog die extra... Dan zie je hem niet de buiten langs, maar ik wil hem de binnen langs. Dus de binnenkantjes wil ik dan groen. Als het moet. En anders hebben we pech als het niet lukt. Dan heb ik het geprobeerd. En dan wordt het waarschijnlijk, als ik een volgende kaart weer eens zoiets bepaal, dan toch net iets anders. Dat ik het dan toch met mijn machine even doe. Maar dat ga ik nu niet doen hoor. Ik ga er maar even bij staan. Dan heb ik meer kracht. Als die nou recht staat is ook wat handiger. En de platen recht liggen. Ook dat is niet verkeerd. Als je staat heb je net wat meer kracht hè. Maar ik vind hem wel zwaar hoor. Hoppatee. Nou. We shall see. En wat ik nu eerst dus doe, is heel voorzichtig langs de buitenkant losmaken. Oh, die plaat kan er van onder, hè? Ach, die zit vastgeplakt natuurlijk. Hij stak ietsjes eroverheen. Dit mag er wel uit. Oh, hij zat ook nog aan die vast. Ja, dan wordt het ook lastig. Die eraf. En dit er van tussen. Kijk, nou frommel ik voorzichtig. Die
krullen er van tussen. En nou heb ik dus eigenlijk mijn, mijn groen breder gemaakt. Nee, dikker gemaakt. Door middel van die sticker die erop zit. Maar nou zorgt die sticker er als het goed is ook voor dat al die binnenkantjes erin blijven zitten. Nou, zou dat niet heel fijn zijn? En ja, dat zou het wel, maar dat is het niet. Hé, dat is jammer. En als ik ze eruit pik. Wacht even, ga ik nog even wat proberen. Even kijken. Want nou zit het, nou prik ik natuurlijk in die witjes. Dat is wel even een dingetje, want dadelijk is het niet. En dan zit ik alles voor Jan Jurk door te prikken. En zitten jullie te wachten totdat het eindresultaat het toch niet wordt. Dat zou kunnen. Maar als het lukt. Ik kan natuurlijk al even een klein stukje kijken. En waarom mis ik daar? Oh, maar dat ik snap allemaal. Ja, dit is nog niet verkeerd, jongens. Dus we duwen even die witte naar beneden. Erin. Als het ware. En dan beschadig ik dus ook niet mijn... oh, daar heb ik een groentje. Dus die kan er dadelijk nog weer terug ingezet worden. Nou, dit is even prikken. Het is net of dat je zo'n borduurwerkje moet prikken, snap je? Maar als het goed is, heb ik dan niet die puntjes allemaal staan in mijn groene papiertjes. Ja, die is goed. Nou, ik ben bijna rond. Ik moet nog twee kantjes of zo. En dat ene groene puntje wat er dus uit is. Er kan nou nooit zoveel niet in zitten. Oh, ik ben rond. Oh, maar ik heb daar wel. Oh, wacht even. Wacht even, kom. Hier had ik hem dus al losgehaald. Even terug. Hij moet er wel boven zitten. Anders heb ik er niks aan. Die moet daar. Nou, dan moet ik die even verder opvullen. Kijk, nou wat een boeltje. Maar zie je, dat wit valt eraf. Haha. Dat wit is een... die moet ik even bewaren. Die kunnen weg. Hopla. Dan heb ik die. Kom maar. Ik had hier ergens een rondje wat ik te kort kwam. Oh. Zie je, het is nou even puzzelen wat er weer terug in moet. Dat is allemaal groen. Dit is ook een witte die er bovenop zit. Nou, dan heb ik hier nog een groen rondje. Dat is heel klein. Je zou toch denken dat die vast moeten blijven zitten. Oh. Want daar zit tape achter. Hè? Als het goed is heb ik de tape niet meegenomen. Allee. Waarom wil jij niet? Dan heb ik hier nog een paar punten. Wat grotere. En die ga ik toch weer even terugzetten hoor. Vind ik net wat makkelijker. Dan moet ik even mijn mal goed hebben. Zit die er goed in? Ja. Nou, dan prikken we even die witte allemaal weer los. Want daar zitten waarschijnlijk ook die groene delen.
Dat zat er allemaal in. Gaan we even kijken. Nou, dan heb ik het meeste. Ik heb alleen hier een gat. Nou ja, dat is jammer. Maar het meeste heb ik. Ik mis daar alleen nog een... kan ik die nog vinden hier of daar? Of is dat een pruts? Hier heb ik nog een groen ding. Juist. Die. En die komt op zijn kop. Daar. Super. Nou, dan heb ik daar een gaatje in. Maar het meeste zit erin. Dus ik ga eens even kijken hoe dit nou wordt. Of ik dit... Kijk, dat vind ik eigenlijk mooier. Zie je? En dan die... moet ik even kijken hoe ik hem draai. Want ik ga hier toch nog wat doen. En daar ook. Aha. Dus het meeste heb ik wel weggewerkt. Prik ik dadelijk nog wel ergens een dingetje in. Ik ga dit vastplakken. Waar is mijn lijm? Dus je ziet het, dat lukt. Maar dan moet je eigenlijk wel een vieze mal hebben. Ja, of gewoon een schone, waar dus je groene deeltjes in blijven zitten. En dan maar hopen dat hij niet te hard je stickerachtergrond doordrukt. En dan ja, kan je hem op elkaar zetten. En schijnt er nu dus groen doorheen. Even goed mikken. Er zit altijd wel ietsje in. Oké, maar daar komt de strik. Dus daar zie ik niks van. Kan het zomaar zijn dat ik hem eigenlijk kwartslag had moeten draaien. Maar dan zit ik met de dingetjes die er daaruit zijn. Die ik eigenlijk weg moet werken. Top, ik ga hier verder niet meer naar kijken. Ik zie daar nog wel groene puntje, maar ik geloof het wel. Het meeste wat ik weg wilde hebben, is weg. Nou, waar is mijn rand? Hoe had ik hem nou ook alweer in gedachten? Deed ik hem nou zo? Oh nee, ik weet het alweer. Ik deed hem die van boven, deze van onderen en die kwam er bovenop. Zo ging die. Yes, en dan kan ik hier een kantje doen. Ja, top, vastplakken. Niet meer te veel over nadenken. Even zien hoor. Komt die netjes hierop? Oh, jongens, ik ben wel blij dat ik met mijn bril nou normaal recht kan kijken. Dat is toch wel een unicum. Dat is toch wel een oplossing zo. Nou, wat je zou kunnen doen... Dan had ik dat eigenlijk eerst eens moeten doen. Hier allemaal tape omheen. Maar dat ga ik niet doen hoor. Ik geloof dit wel. Dit blijft best wel zitten. Ik ga met de dubbelzijdig tape op. Aan de bovenkant. Hier. Daar komt de strik. Oh, ik wou zeggen, nou zie ik... Maar dat is van dat stickerspul. En dat puntje wil ik natuurlijk niet zien. Even kijken of ik dat er weg kan knippen. Zal toch wel. Hopla. Ik denk dat hij zo... Nee, zo wiebelt hij niet. Eerste kantje. Even zoeken naar mijn kantjes. En dat moet een smal, wit, roomkleurig... Nou, ik vind dit wel goed. Dit is breed zat. Yes. Dat is een restantje. Dus dat gaat er omheen. Oh ja. Nou, dan erop. Want als ik hem eromheen ga vouwen, ga ik daar ook omheen. Dat wil ik niet. Even kijken hoor. Ik wil niet al te breed tape. En normaal pak ik mijn rode tape. Maar mijn rode tape die is opperdepop. Dus ik wacht even op nieuwe voorraad. Maar mijn kant gaat ook met deze vast. Dus geen punt. Zo. En dan gaan we
wel proberen die rand een beetje de breedte te houden zoals die is. Dus ik probeer het wel alleen over dat lichtere groene strookje. Nou, dan gaan we hem even afknippen. Hij komt er nou ook voorbij, zie je wel. Ja, had ik hem eerder moeten knippen. Durf ik wel hoor. Nou, als ik het durf, durven jullie het ook. Met die bibbehandjes. Komt ook niet op de millimeter nauwkeurig. Maar wel op de centimeter. Zie je het, hoe ik bibber en het toch nog gewoon eraf geknipt krijg? Ja, eraf gaat wel. Maar je moet niet vragen hoe breed die dan is. Nou, ik vind dit prima hoor. Het steekt er een heel klein inimitje uit. Maar dat is niet storend. Dan kan deze erop. En de vouwlijn hou ik dus aan de bovenkant. En dat heb ik al vaker uitgelegd. Mocht het zo zijn dat er kaarten nodig zijn voor de beurs, dan hebben we daar een touw hangen. En dan gooien we die kaarten er gewoon zo overheen. Zo makkelijk. Nou, deze kant is schoner denk ik aan deze kant. Dus laat ik het maar hier plakken. Kijk nou wat. Je wordt toch blij van die softe kleurtjes? Ik wel hoor. Ik ben dat kerstgebeuren en het sombere allemaal wel een beetje zat. Dus ik vind het heel mooi. Super lieflijk papiertje. Ik zag er net. Ja, zie je? Dan zeg ik, zag er net iets wat er niet in hoorde. Is gewoon die achterkant van het papier gewoon een heel ander kleurtje, hè? Ho. Ja, die komen er ook nog op. Vast wel. Zo. Nou, dan komt nu eerst deze erop. Even dit tape ook weg. Want dat plakt eigenlijk aan alle kanten. Nou, dit wordt natuurlijk een grapje. Want dat is zo glad als zeep. Nou, dan doen we hem even een beetje deze hoogte. Weet je, ik weet dat het ook wel eens gedaan is, de mal, om die alleen te embossen. Maar ik weet ook dat mijn machines zijn te sterk. En als je hem alleen embost, dan moet je hem helemaal uitknippen. Ja, dat gaat natuurlijk niet om. Daar word je helemaal kriegelig. Helemaal kriegelijk gedankt, Jodem van. Dus, nou, dit kant heb ik gehad. Dat kan weer terug in de box. Dan maken we een strik. Even kijken hoor. En dan wil ik hier iets met even een strikje maken. Ik heb niet van dat beetje oud-groenige lint. Dat is wel jammer. Misschien touw, maar ik denk het ook niet. Ach. En mijn raderen draaien. We zijn vanmorgen even naar een woonwinkel geweest hier in de buurt. Daar hebben ze echt alles voor je huis. Dus van... nou, trouwens, alles weet ik eigenlijk niet. Maar wel heel veel. Daar hebben ze keukens. Daar hebben ze voor in je woonkamer, voor je slaapkamer. Bij ons moet de slaapkamer, waar ik nu zit te hobbyen, moet eigenlijk dit jaar wel eens nodig aangepakt worden. Maar ja, dan komt het. Dan kan ik niet hobbyen. Dus daar moet eerst even heel goed over nagedacht gaan worden. Want co en totaal niet hobbyen, dat wordt hem niet. En alles wat ik natuurlijk doe, moet ik samen met mijn mannetje doen. En die kan natuurlijk ook niet zo heel veel. Gelukkig ben ik zelf heel gezond. Nog wel. Dus ik zie het wel zitten om... ik heb een hanger, dat vind ik allemaal niet erg. En verven. En we hebben vroeger samen ons huis voorzien van laminaat. Heb ik goed gekeken. Ik heb zelfs plinten aan mijn plafond getimmerd. In het verstek. Ja, ja. Dus daar zie ik allemaal niet zo tegenop. Dat vind ik allemaal niet zo spannend. Nou, die komt daar. En daar komen dus die sprietjes natuurlijk weer uit. En ik heb mijn hele fijne kleine sprietjes gevonden. Dus
Die komen er ook in. En die doe ik op 3 en 1. Even kijken hoor. Dus als ik hem hier doorknip, dan heb ik voor die ene nog een langere. Ja. Nog een iets langere steel. Anders is het wel een heel kort stukje wat ik moet gebruiken. En ik wil hem er een beetje zoiets, maar hij mag wel iets korter. Zo. Hartstikke idee, dat komt daar van boven. Heb ik nog toevallig uit de JMA-collectie, heb ik daar nog roze bloempjes van? Dat ben ik bang van niet eigenlijk. Nee, dan worden het donkerrode. Ook niet twee witte, dan worden ze grauw. Dat groen is eigenlijk... Nee, dat vind ik te donker. Dus die kleuren matchen niet. Dan heb ik dan roze bloemetjes. Ja, natuurlijk. Zeker weten, heb ik roze. En dan zijn deze dan niet te roze roze. Nou, dit kan wel. Het moet eigenlijk iets wat cerise zijn. Oh, hier heb ik ze los. Maar ik pak deze. Hopla. Komen die daar bovenover. Moet ik even takjes knippen. Stansen. Maar dan gaan we even zoeken. Oh ja, we hebben nieuwe mallen. En daar zaten takjes bij. Hè? Even zoeken waar die nieuwe mallen zijn. Ja, deze. In dit takje wel een heel fijn takje. Oh, klap, kapot. Deze tak. Hier onderin komt ook nog wat hoor. Maar er komt iets met... Nou, dit was een overschotje. Dus we gaan even deze stansen en embossen. Want dat moet wel. Oh, wat een boeltje is het hier. Jullie worden helemaal knettergestoord van al de rommel die je ziet liggen. En ik idem dito. Dus even aan de kant. Ik geloof dat jullie nou het meeste niet meer zien. Hopla. Even wat schoner. Daar word je echt krank hiervan. Nou, die komt dus. Ik wil twee takjes voor de bovenkant. Ik ga eerst het gedeelte met de strik afmaken. Mijn lijmpistool is toch aan. Dus voordat ik deze gestanst en geëmbost heb allemaal. Tenminste allemaal, het zijn er maar vier. Dat is mijn matje. Dan... Hij is toch schattig, hè? Ik vind hem echt lief. Wordt er ook weer eentje zonder tekst, hoor. Maar dan kan die overal heen, hè? Hopla, dat is één. Zie je hoe mooi die vertakt is? Dit is echt een heel mooi blaadje. Ik zeg altijd, bloemetjes en blaadjes heb ik nooit genoeg. Dus meiden, maak hem maar. Oh, nou weet ik niet of hij hem wel doorgesneden heeft. Ja, dat heeft hij. Die erop. Ik was mijn shim vergeten. Dat gebeurt wel vaker hoor. En misschien dat ik hier onderaan ook nog wel takjes ertussen zet. Maar dat weet ik nog niet. Maar ik had sowieso voor dit had ik mijn... Oh. Even een beetje proberen te ordenen. Mocht ik hem nog moeten gebruiken, dan pak ik hem wel. Oh, en ik ben nog niet klaar natuurlijk. Ik moet daar mijn parelrandje nog hebben. En die hoeft niet zo breed. Oh, dat is een gewone parelsliert. Die heb ik niet nodig. Ik heb deze nodig. En die komt... Nou ja, laat ik zeggen hier. Want dat is een beetje lastig om hem eroverheen te laten gaan. Dus... Even mijn tapeje terug. En daar komt waarschijnlijk toch nog wel wat op. En dan hier een tapeje. Dan loopt hij niet eens verder door, maar dat doe ik dadelijk wel even met een stukje lijm. Of een drupje lijm. Kan ook nog met het lijmpistool. Dan zit hij sowieso vast. Dus, wat wordt het? Hier naartoe. Zo. Kijk, en dan laat ik deze toch maar doorlopen. Denk ik.
Even kijken hoor, als ik dit nou oplicht, kan hij er een beetje zo tussen. Nou, dan doe ik daar toch een klein drupje lijm. Weer even die oplichten. Want ik wil hem daar achter laten vallen. Zo. Is dat mooi? Nee, dat is niet mooi, want dan staat hij omhoog. Dus terug. Dan gaat hij gewoon maar tot aan. Die rand. Nee, dat is niet mooi. En erop, eroverheen. Voordat ik hem afknip. Nee, vind ik ook niet mooi. Dus ik knip hem gewoon even los. Hopla. Dan beter zo. Ja. Dan heb ik hier natuurlijk weer een dotje lijm. Nou ja, weet je, dat komt wel. Verzin ik wat op. De strik. Waar is de strik? Die komt hierop. In de midden. Hoppa. Dan heb ik een stokje nodig, want ik wil mijn bloemetjes eromheen. Het is echt zoetsappig, hè? Oh, ik spring weer van de hakker op de tak, zie je dat? En ik moet aan de andere kant ook nog even... Maar het ligt er toch nog. Nou, dan wil ik dus die blaadjes een beetje bij elkaar. Ja, jongens, ik heb een standaard, maar mijn standaard is eigenlijk niet best meer. Die is een paar keer op de grond gekukeld. En nou is die dus afgebroken. Dus hij doet het nog wel. Maar dan moet ik hem echt zo zorgen dat hij op zijn plekje blijft staan. Nou, dan toch eerst maar de sprieten. Heel vaak gaan die dan weer net een andere richting uit als dat ik wil. Zie je, dat doet hij nou al. Oké. Okay. Die daar. En die hier van binnen nog. Ja. Dan komen mijn bloemetjes. Ik had er twee. Kijk, dan gaat hij alweer. Dan kukelt hij plat. En dan moet ik dus snel zijn. Die wil dus niet wat ik wil. En dan komt het andere bloemetje daarvoor. Zo. Nou, dan heb ik dus dit is naar mijn zin. Oké, okay. Strikje met een mooi bloemetsoefje. Dan ga ik hier natuurlijk eerst. Is dat even klaar? Nou, dan zit mijn tape op hem. Even kijken of ik dat los krijg. Ja, tuurlijk. En die laten we dus zo ver mogelijk doorlopen. Maar dat wordt dan met 4. Even die kleine draadjes er zo ver mogelijk af. Zo. Dat toont al iets anders. En dat hij iets over de groene heen loopt, dat is niet zo erg. Maar dan wel ietsje verder, graag. Dus daar komt er toch iets overheen. Gaan we hem dan toch maar door laten lopen. Maar ik vind het niet zo mooi dat hij daar zit. Nee hoor, dat doe ik niet. Gewoon een stukje verder, zo. Want ik zei al, er komt hier toch nog wel wat, denk ik. Ik weet niet of het zo hoog komt trouwens. En anders zit dit toch prima. Hier heb ik ook niet voldoende lijm of tape. En nu zit hij vast. Mooi. Nou, dan vind ik dit prima. Nou, dat valt er overheen. Helemaal super. Dan wil ik dus daar nog iets. En dat zal iets van een takje, een bloemetje, een dingetje. Niet al te groot. Een takje, een bloemetje. Niet al te groot. Nou, dit is niet al te groot. Een roosje. Zullen we ook zo'n groentje of nemen we echt groene takjes? Kan ik daar eventueel nog een vogeltje tussen zetten? Die? Nee, die niet. Die tak ook niet. Oh, wacht even.
als ik... Moet ik even kijken hoor. Hoe dit uitpakt als ik dit gebruik. Nou, dit ga ik wel afknippen. En dan kan dan nog een bloem van onder komen. En nog een tak. Dan ben ik er eigenlijk ver. Een takje, een takje. Ja, dit soort zakken. Dit vind ik ook mooi. Nou, die. En ik zet daar geen vogeltje in, denk ik. Maar dat moet ik zo meteen even zien. Dan zal ik deze bloem ook nog even erbij halen. Dan heb ik zat, denk ik. Nou, die moet ik even knippen. Dus je moet even geduld hebben. Sorry, even de punten eraf. Oh, deze valt reuze mee. Kijk, ik kan natuurlijk ook even de camera stilzetten, maar dit is zo geknipt hoor. Die takken, daar maak ik me nooit zo druk om, want die vorm kan je zelf ook een beetje bepalen. Ik vind het namelijk niet mooi als ik ze er dus zo uitdruk, dat ik aan de ene kant een deel roze heb en aan de andere kant niet. Dus het moet of even gelijk zijn, maar dat schijnt dus heel lastig te zijn bij de drukker. Dus dan knippen we toch gewoon even. Maar als je daar niet aan stoort, dan zou ik zeggen, gewoon gebruiken zoals het erin zit. Gelukkig is niet iedereen zo'n miepmuis als ik. En daar zijn we er bijna al. Je ziet, ik maak het niet zo, ik neem het niet zo nauw met hoe de tak is, hè. Heb ik daar nog een roze stukje. En ik denk dat ik deze toch in tweeën knip dadelijk. Want ik vind deze tak dus helemaal tof. En die gaat er wel in zijn geheel op. En daar prop ik nog wat onder en tussen. Dat was mijn plannetje. Soms moet je gewoon ineens een takje zien of een dingetje waar je van zegt van... Ja, en dat wordt het. Nou, en dan ben ik blij. Dan denk ik, yes. Hoppatee. Weet je waar ik ook blij van ben? Het is nu zaterdag. Jullie krijgen deze video morgen te zien. Op zondag. Maar het is gewoon droog vandaag. Het is af en toe nog een klein beetje miezen. Maar je kan gewoon buiten komen. Zonder paraplu. Nou, dat is wel heel bijzonder. Je zou haast niet meer weten hoe dat voelde. Zo. Ja, en je ziet, bij mij gaat het er echt allemaal af. Hopla. Nou, die is goed. En die komt hier. Deze bloem is eigenlijk ook al goed. Had ik die al gehad? Nee, ik had die gehad. Hier zie ik dat niet aan, hè? Die mis dingen. Nou, dan ben ik al klaar met knippen. Oh, gaat nog sneller dan ik dacht. Ik vind dit bloemetje een beetje ielig. Dus ik dacht, als ik daar nou gewoon twee bloempjes van onder laat komen. Of erboven overheen. Wat ook nog kan. Dan heb ik hem alleen voor de takken. Dan zal ik dat doen. Dat doen we. Dan gebruik ik hem alleen voor de takken. En dan zet ik deze bloem eroverheen. Die is net wat meer body. Yes! Ik denk dat ik dit bloemetje niet eens gebruik. Deze takken wel. Dan komt die tak hier. Oh jee. Plakken. Ik denk maar plakken. En weet je, dan kan ik precies hier over die ene parel heen. Die ik dus eigenlijk niet zo mooi vond. Nou, dan komt deze. Die knijpen we even een klein beetje fijn. Die komt daar. Zo, hartstikke idee. En misschien komen er wel twee bloemen op. Dat weet ik nog niet. Zou ook zomaar kunnen van niet hoor. Dat ik dit gewoon voldoende vind. En dan heb ik dit blad nog. En ik had nog een stuk blad als het moet. Maar eigenlijk moet dat denk ik niet. Ik ga dit blad hier zetten. Dus die komt ietsjes korter nog. Dan ga ik hem er gewoon onder proppen. Onder mijn bloempje.
Nee, nog een bloem erbij vind ik eigenlijk te veel worden. Dat hoeft niet. Dus dit heb ik voor mijn volgende project. Hoe fijn is dat? En die volgen er zeker nog meer hoor. Ik zal ze niet allemaal filmen, want dat is gewoon eigenlijk geen doen. Want ik moet altijd te veel nadenken wat ik eigenlijk weg moet leggen. En nu is die natuurlijk heel sober, heel simpel. Maar ja, toch wel gewoon heel lieflijk. Ga ik er nog op spetteren? Nou, ik denk het niet, want ik heb ook niet echt met veel wit gewerkt. Ga ik er nog pareltjes op zetten? Ik heb die kleuren niet. Dus als ik hier pareltjes zou zetten, zou kunnen. Nee, ik laat hem zo. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!